Dag meisjes, ik heb vorige week mijn visagieopleiding afgerond en ik dacht dat het wel eventjes leuk zou zijn om te tonen wat er eigenlijk in mijn visagiekoffer zit. Dus als ik een opdracht zou hebben wat ik allemaal mee heb en hoe ik het allemaal schik en opberg in mijn koffer. Het examen zelf ging goed, ik ben geslaagd, maar ik moet wel eerlijk toegeven, de tweede look die ik moest maken, de eerste was een natuurlijke look, daar was ik wel tevreden over, maar voor de tweede look hadden we heel wat minder tijd. We hadden in één keer wat tijdsgebrek, alles was wat verkeerd uitgepland. En ja, ik heb mij moeten haasten en ik vond dat de kleuren die ik gecombineerd had met elkaar eigenlijk niet zo mooi waren. Het voelde aan alsof er iets mis was. En ik heb ook niet genoeg kunnen blenden. Dus ik weet het van mezelf dat ik het kan. Maar ik vond het jammer dat we zo weinig tijd gehad hebben. Maar dus ja, maar ik ben wel geslaagd. Dus daar ben ik wel blij om. En ja, ik toon jullie even mijn koffer. Ik berg alles op in deze koffer van Travelite. Ik heb deze online besteld op de travelbags.be site. Ik denk dat ik hier een dertigtal euro's voor betaald heb. En om mee te beginnen zie je dat ik hier enkele backup sponges en backup poederdonzen liggen heb. Dat is altijd wel gemakkelijk. En verder heb ik ook nog een handdoek in mijn een grote handdoek zitten om alles in op te Allee, om alles op te leggen. En dan hier een kleine handdoek om rond de schouders van het model of de klant te leggen. Deze heb ik ook zitten. Dit zijn wattenstaafjes met een iets scherpere punt. Dus dat is wel gemakkelijk om precies te werken of ja, dingen scherp te maken of ja, van alles en nog wat eigenlijk, hè. Dan mijn kwasten berg ik op in deze aarden pot. Alle opbergspulletjes die je hier ziet heb ik gekocht in de Hema. In de Hema hebben ze wel mooie dingen om spulletjes en op te bergen. Dus deze pot. Ik zet even de camera neer, want anders kan ik het deksel er niet af doen. Ziezo. Dus dan zie je hier in de pot alle kwasten zitten. Nu, dit zijn ze niet allemaal. Dit zijn de kortere kwasten, want lange kwasten kunnen hier niet in opgeborgen worden. Dus dan voor de reis berg ik ze op in een van de andere dozen. En dan als ik mijn materiaal mooi uitzet naast elkaar, zet ik daar alle kwasten eigenlijk uit. En dit zijn nieuwe kwasten. Deze heb je nog niet gezien. Dat is eentje die ik gekocht heb in de Die. En dit is de foundation kwast. Een ronde en een zeer stevige en zachte kwast. Dus ik vond dat wel handig. Dan laten we beginnen met de grootste dozen. Deze vind je hier. Dat ga ik even aan de kant zetten. Dat is een puntenslijper die ik moet leegmaken. Dus hier heb ik mijn kwasten gordel of riem. En hier berg ik eigenlijk mijn gebruikte kwasten in op. Dan weet ik welke er zeker moeten gewassen worden tegen de volgende keer. Dit is mijn. Oei, alles ligt hier wat overhoop. Ik ga dat even weghalen en straks terugsteken. Dit is mijn oogdoos, laten we zeggen. En hierin vind je eigenlijk oogschaduw en oogpotloden, gel liner, van alles en nog wat. Ik zal er eventjes doorgaan met jullie. Ik hoop dat dit zal gaan. Het is niet zo gemakkelijk natuurlijk. Oké. Ik denk dat ik even de camera ga neerzetten zodanig dat ik twee handen heb om mee te werken en jullie voldoende hopelijk nog kunnen zien. Oké. Dus ik zet even alles hier. En dan begin ik hier. Hier even mijn camera. Ik hoop dat jullie genoeg kunnen zien. Even zien. Ja. Mijn eerste grote stuk die ik hierin zitten heb is dit. Dit is het Boozy Palet. Die ik een hele tijd geleden kocht. En waar ook reeds een review van verschenen is op de site. Dit is een heel handig palet. Omdat ik gewoon op deze manier heel veel kleurtjes kan meenemen. En dus eigenlijk ook heel veel verschillende looks kan maken, hè, natuurlijk. Dan, natuurlijk is dit niet het enige oogschaduwpalet die ik meeneem. Nu, het zou in theorie wel moeten volstaan om de meeste looks te kunnen maken. Maar natuurlijk neem ik nog een paar andere paletjes mee. Het zijn natuurlijk niet al mijn paletten, want dan zou ik met één doos natuurlijk niet
toekomen. Eens kijken welke paletten ik nog allemaal mee heb. Jullie weten dat ik van Inglot enkele paletten gekregen heb om te testen. En deze heb ik ook altijd mee. Dit is mijn kleine Inglot Mono eigenlijk. Ja, ik weet niet waarom de dozen zoveel zijn. Het lijkt alsof er iets ingevallen is, maar ik heb nog niet kunnen vinden waar. En dit is een mooie, hele, zeer gepigmenteerde oogschaduw. Dus ja, die gebruik ik graag om een zonnige look te kunnen maken. Deze voelt ook heel goed aan in de handen en zo. Dus daarom heb ik deze altijd mee. Dan heb ik ook nog mijn Freedom palet van Inglot. Dit heb ik ook gekregen. Oh, ik ben echt aan het wachten tot Inglot eigenlijk naar België komt. Maar zoals ik laatst gehoord heb, is dat nog steeds niet het geval. Nu ik word op de hoogte gehouden. Dit is mijn Inglot palet met Freedom palet. Een kleine versie met twee rainbow kleuren in. Een bruin en een eerder peachy bordeaux. Nu natuurlijk met dat bordeaux moeten we wel... Oh, bordeaux, wat zeg ik nu? Peachy kleuren. Moeten we wel opletten, want ja, de look kan er redelijk ziekerig uit gaan zien als je niet oplet natuurlijk. Dan heb ik ook nog deze twee paletten. Mijn Sleek Acid palet. Dat is een... zeer fel palet, dus als ik felle kleurtjes nodig heb of als ik eens iets speciaals wil doen, dan grijp ik eigenlijk naar dit palet. Ook hiervan. Normaal gezien van al deze paletten zijn wel reviews online verschenen op de blog. Hè. Dus als je meer wil weten, dit vind ik echt mooi zo, dit patroontje. Als je meer wilt weten hierover, kijk gewoon eventjes op mijn blog. Hè. Dan heb ik ook het Ultra Matte palet van Sleek mee. Dit zijn ook eigenlijk eerder felle kleuren, maar je weet op voorhand dat ze mat gaan zijn. Maar ook hiervan werd reeds een review geschreven. En ik kan het niet zo goed tonen. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Dus welke kleurtjes heb je hier? Dragonfly, Pucker, Pauw. Een mooie witte matte kleur. En ik vind het gewoon handig om enkele van die matte paletten mee te nemen. Omdat je dat echt wel nodig hebt in sommige looks. En vooral de goedkopere oogschaduwpaletten, die hebben meer shimmer in zich. Dan heb ik ook mijn twee MUA... Nee, niet mijn twee MUA paletten mee. Heb ik de twee Undressed MUA paletten mee. Dit is Undressed Me Too. Daar werd ook een review van geschreven. Het is echt een prachtig palet. Ik kan het iedereen aanraden om deze eventjes aan te kopen eigenlijk. En dan heb ik ook nog het Undressed palet. Ook allemaal natuurlijke tinten. Verder neem ik ook Going for Gold mee. Omdat ik goud en zilver bij de meeste mensen heel mooi vind staan. En met dit palet heb ik voor elk type wel een bepaalde metaalkleur eigenlijk die haat. Ik zal het zo zeggen. Dan, oei, alles valt naar beneden. Heb ik nog het Body Shop kerstpalet van vorig jaar mee. De Smoky Copper. Er was ook nog een bruinere, een koelere versie. Het is de warme versie. Dit is echt een ideaal neutraal palet. Ik hou ervan. En dan tot slot heb ik ook nog van paletten het Day palet van Elf mee. En het Technic Electric van Technic oogschaduwpalet. Ik kocht dat in de D. Of ik kocht dit in de D. Nu, alles valt hier naar beneden, zodat ik het niet meer aan kan. Even zo doen. Ja. Verder heb ik ook nog mijn Essence. Twee Essence Stay All Day oogschaduwcremes. Een bronzen. Die ik heel graag gebruik. Het is ook echt een prachtige basis voor onder ooglooks eigenlijk. En een matblauwe om een eerder koelere look te kunnen maken. Maar je ziet dat ik deze minder vaak gebruik. En dat is iets heel irritants aan de Essence dingen. Ze vallen eruit. Oké. En dan heb ik hier nog een Elf oogschaduwprimer mee. Een Action vloeibare eyeliner en een Cat Crease gel liner. Ik gebruik heel graag gel liner bij mezelf, dus ook op een model. Ik
vind dat dat net iets preciezer kan werken natuurlijk. Maar dat is nog niet al. Dan heb ik nog een paar andere kleine dingetjes die ik eigenlijk in een Essence zakje bewaar, maar zo per soort. Dus hier in dit doorzichtige zakje, het is makkelijk dat het doorzicht is, vind ik alles rap terug. Er zitten ook nog enkele mini zakjes met spulletjes die ik verder nog nodig heb. Ten eerste heb ik twee wimpercurls mee. Deze van Hema. Deze gebruik ik liever niet, maar ik heb deze mee in reserve. Dan heb ik ook nog deze zwarte. En deze komt van Ethos. En dit is echt wel een goede wimpercruller. Dus ik vind dit wel een goede wimpercruller. Dus die heb ik altijd mee. Dan heb ik ook nog een zakje met oogpotloden. Dan heb je hier een lichte kleur voor in de waterlijn. Houden, turquoise. Hierachter vind je donkerblauw, bruin, zwart. Dus eigenlijk heel veel kleurtjes. Gewoon afhankelijk van wat ik nodig heb, dan kan ik dat daaruit nemen. Hè. Dan heb ik ook nog een zakje met mascara's. Ik heb er 3 mee. Die roze, van Yves Rocher, is de Lash Plumping Mascara. En het is in een bruine kleur. Dit is ideaal voor een natuurlijke look. En dan heb ik nog 2 zwarte mascara's mee. Deze van Catrice. De Fake It mascara. En de mascara van Estée Lauder. Dat is een mini die ik ooit eens gekregen heb. En ik vind dat zeer handig om eigenlijk zo mee te nemen in mijn valies. En dan tenslotte heb ik hier nog een wenkbrauwzakje. Daarin vind je een wenkbrauwpotlood van NYX. En een wenkbrauwpaletje van Essence. En dat is eigenlijk wat er in mijn ogendoos zit. Dan, ik ben al 11 minuten bezig. Dat was niet de bedoeling. Ik heb dit gisteren al opgenomen en toen duurde het minder lang. Maar het was niet goed. Deze heb ik ook mee. Een puntenslijper heb je altijd nodig om je oogpotloden en je lippotloden te slijpen. Ik zet je eventjes hier neer. Dan neem ik de volgende doos. De volgende doos is eigenlijk een van alles en nog wat doos. Hierin vind je de kwasten die te lang zijn of die gewassen moeten worden. Daaronder vind je een doosje Kleenex. Hier vinden we wattenschijfjes. Een haarband om het haar achterover te houden. Nagellakremover, bodybutter en nog wattenstaafjes. En hier vind je sponsjes voor foundation. Zo. Ik zet even de doos van de oogschaduw er weer in. En dan heb ik nog 3 dozen. Ik heb een doos verzorging, een doos voor de lippen en een doos voor het gelaat. En we zullen beginnen met deze doos. En deze doos, deze doos is zwaarder dan ik denk. Altijd denk, maar dat is omdat ze van de reiniging is. Waar ga ik die neerzetten? Hier. Dit is mijn reinigingsdoos. Ik hoop dat hij straks... Ja, hij is aan het scherpstellen. Oké. Wat heb ik hier zitten? Mijn Bioderma. Om het gezicht te reinigen. Een reinigingsgel. Oogmake-up remover van Nivea. Een tonic van Essence. Antibacteriële gel van Yves Rocher. Brush cleanser Eau Micellaire van Yves Rocher. Een face mist van de Body Shop. Hier zit nog een oogcreme van de Body Shop en een lippenbalsem. Reinigingsdoekjes, handig voor dingen van je handen te halen als je aan het testen bent of nieuwe kleuren aan het creëren bent. Dan heb ik hier nog een dagcreme van L'Oréal Sublimist. Kauwgompjes, altijd handig voor een goede mondgeur te hebben natuurlijk. En dan een nachtcreme. Nee, dit is de dagcreme van de vitamine E-lijn van de Body Shop. En hier de dagcreme. Omdat, natuurlijk mensen komen naar je toe en die hebben allemaal een verschillend huidtype. Dus dan is het altijd handig om eigenlijk, vooral dagcremes te kunnen gebruiken die afgestemd zijn op je klant of op je model. En daarom heb ik eigenlijk 2 verschillende versies dagcreme mee. En ik ben dan ook nog zo ding en ik wil dan eigenlijk ook, als ik de bijhorende dag-nachtcreme heb, die ook meenemen. Ja, dat is nu eenmaal zo. Oké. De volgende doos is de doos met gelaatsproducten. Deze is wat door elkaar. Maar elke keer opnieuw
dat weer wat goed gaan schikken. Maar ja, dat hoort er nu eenmaal bij. Het is anders niet mooi om het uit te leggen natuurlijk. Oké. Dit is mijn doos met gelaatsproducten. Ik hoop dat hij rap scherp stelt. Want hier heb ik... Is hij daar? Ja. Hier heb ik allemaal verschillende foundations. Dus dit is echt een donkerder foundation. De Soft Honey. New York Colors. In de kleur... Warm beige. Soft beige. En dan Yves Rocher in Claire Natural. Nu, dit is nog een vrij donkere foundation, vind ik eigenlijk persoonlijk wel. Dan vind ik hier blushes. Ik heb een Essence blush. Of een PB blush. Hier zitten nog een paar PB blushes. Ik heb Gema mee. Ik heb Catrice mee. En natuurlijk wissel ik dit nog eens af, want ik neem niet al mijn blushes mee. Maar enkel degene die ik nodig zou kunnen hebben. Hier zit een concealer palet in van Krian. Ik ben even de naam kwijt. Kriolan. En een bronzer palet eigenlijk van Yves Rocher. Dan heb ik deze losse transparante poeder van Yves Rocher. Daar heb ik nog geen review van geschreven. Die komt nog wel. Een poeder foundation van Yves Rocher. Een bronzer van 2B. En een Catrice bronzer voor de lichte huid. Dan heb ik hier een compact poeder van Essence. Een highlighter van Essence is dat denk ik. Ja, Wildcraft. Dan heb ik nog een highlighter, maar een meer roze highlighter. Zilver highlighter, ook van Essence. In Elf Yourself. Dan zit hier een gezichtsprimer. Een highlighter en een concealer. En dat is wat je in deze doos vindt. En dan heb ik nog één doos. Die zal volledig door elkaar liggen. Dus ik hoop dat jullie mij dat kunnen vergeven. Maar dat is door het vervoer en zo. Maar dat is eigenlijk mijn doos met lip- en nagelproducten. Ook dit is mooi opgeborgen in een doos van Hema. En dan vind je hier een potje met lipglosses en lippotloden. Deze kwast hoort hier eigenlijk niet in. En ik weet niet of jullie kunnen zien. Ja, ik zet ze ondersteboven om de kleuren goed te kunnen zien. En dan hier een bakje, als dit mooi geschikt is, is dat wel duidelijk, met lippenstiften. Met dan onderaan normaal de kleur. Dus dan heb ik heel veel. Daar zit Sleek in. Daar zit van alles en nog wat in. Hier vind je een aantal nagellakjes. Voor als de klant een nieuwe nagellak wil. Natuurlijk op de nagels. En dan hier heb ik mijn ontsmettingsalcohol voor kwasten en dergelijke. En nog een potje nagelkremover. En dan... Vind je, uiteindelijk is mijn doos, alleen mijn valies, zo gevuld. Het past er allemaal net in. En ik hoop dat het scherp stelt. Maar het past er allemaal net in. En ik ben hier wel heel blij mee, omdat het makkelijk schikt. En het is makkelijk om zo wat sorteren in je systeem te brengen. Omdat je dan alles makkelijker terugvindt. Dus dit was mijn... Excuseer. Dit was mijn visagiekoffer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om dit even te zien. Ik vond het wel gezellig. Tot de volgende keer. En als je het leuk vond, abonneer je op mijn kanaal. Of duimpje op. En dan weet ik dat ik nog zo'n dingen kan doen. De volgende keer. Dag.